We zijn op de FOA Oktoberborrel en we gaan zo meteen luisteren naar de spreker Max Caldas. Hij is oud-bondscoach geweest van het dameshockeyteam. De manier waarop jij als leidinggevend een groep richting geeft, hoe ze bij betrekt in het proces van keuzes maken aan groeien, dat is bepalend. Waarom? Ja, die waarom is als ze binnenkomen bij dag 1, dat is mijn eerste vraag. Wat zeg je ja op? Nou, hij heeft het heel erg over coachen gehad, zijn manier van coachen. Hij heeft de vrouwen gecoacht en nu de mannen. Wat zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen? Wat ik wel heel typerend vond, is de vraag die steeds terugkwam. Waarom? Hij wil van iedereen weten waarom doe je dat? Waarom wil je dat? Waarom kies je ergens voor? Dat vond ik wel heel interessant. Zoals hij coacht, zijn team bijna omgekeerd is dan dat wij denken. En wij denken, oké, het team is het belangrijkst. Nee, zegt hij, in eerste instantie is het individu het belangrijkst. Nou, wat meest bijgebleven is dat hij de combinatie tussen ondernemen en topsport heel goed kan leggen. Dat is wel een hele belangrijke les van vanavond. Ik denk ook zeker voor starters, die toch hier binnen zo'n hele grote groep met al gevestigde ondernemers binnenkomen en dit soort dingen te zien krijgen. Ja, ik denk dat het heel inspirerend is. Ik moet zeggen, ik ben hier voor het eerst, maar de combinatie tussen netwerken en een boeiende spreker, dat spreekt mij heel erg aan. Dat vind ik heel leuk. Het was weer een geslaagde avond hier op de FOA-borrel. Zorg dat je de volgende keer er ook bij bent.